Welkom bij de review van The Legend of Zelda Link's Awakening op de Switch. De remake van een legendarische handheld game. Want dat was natuurlijk gewoon hè, op de Game Boy. Volgens mij de beste Game Boy game. Oei! Hebben mensen gezegd. En daar durf je dan met je vette vingers aan te komen als Nintendo. Ja, dat is gewaagd. Ze hebben zelfs gedacht van deze game gaat niemand meer spelen op een Game Boy. Dus laten we in godsnaam op de Switch die verkoopt als gek. Ja. Laten we hem daarop uitbrengen. Er zit altijd ook wel een beetje een commercieel verhaaltje. Ja, natuurlijk. Dat maakt niet uit. Maar we hebben er een hele schattige artstyle voor teruggekregen. Okay, zodra je deze game begint, zie je eigenlijk al dat het cute is als hel. En er wordt ook gelijk gezegd van Zelda, die ken ik niet. Dus je speelt wel een Zelda game met alle traditionele Zelda elementen. Top down loop je door de wereld heen. Los je een puzzel op, ga je weer verder. Kan je weer iets verder exploren. Nou ja, die formule heeft het helemaal. Maar kijk eens hoe ze dit opnieuw hebben gepresenteerd. Ja, het is glorieus. Ja. Ja, het is belachelijk mooi geworden. Als we kijken, het verhaal is eigenlijk heel simpel. Link spoelt aan op een tropisch eiland. Gelukkig, mogelijk heeft hij die vakantie geboekt bij Thomas Cook. Ja, wie weet. Dus hij kan niet meer terug. Er was maar één manier om terug te komen. En dat is er 8 dungeons te clearen. Instrumenten te verzamelen waarmee hij dan de windvis weer wakker kan maken. Ja, wil wakker maken in elk geval. Ja, dat is de enige verhaal, manier, wordt hem verteld, inderdaad, om van het eiland af te komen. En eigenlijk heel raar, als je dit eiland ziet, dan denk je van, daar wil je toch blijven? Daar wil je blijven, ja. Waarom? Maar dat is ook wel mooi. Er zit een soort ironie in deze game. Al die mooiheid en al die leukheid, die leidt uiteindelijk weer tot een soort van verdriet als het weg is. Ja. Maar zonder al te veel, wat dat betreft, dingen te spoilen. Het is wel een Zelda game die hele specifieke stukjes heeft met een hele specifieke sfeer, maar waarbij ook veel oude franchises zichtbaar zijn. Dus Mario characters komen er veel in voor. Er zitten heel veel kleine leuke gameplay mechaniekjes in die redelijk uniek zijn voor dit deel. Misschien ook destijds omdat het op een Game Boy moest werken, zeg maar. Dus normaal krijg je bijvoorbeeld een blauw pakje om te kunnen zwemmen en in deze game krijg je flippers. Dus er zitten een hele hoop leuke kleine twists en turns in, waardoor deze Zelda toch iets frissigs, iets anders heeft. Al is het maar ook omdat bijvoorbeeld inderdaad Hyrule er niet in zit. Er is niet echt één centrale bad guy waar tegen je strijdt. Nee. Je wil gewoon jezelf van het eiland afhalen. Wat is echt een pluspunt aan deze game? Wat mij betreft de manier waarop ze de game echt hebben geperfectioneerd wel voor, zonder zeg maar, zijn aan de game trouw gebleven. Het voelt nog steeds een beetje als een Game Boy game. Maar tegelijkertijd kan je wel bijvoorbeeld je schild en je zwaard met één knop gebruiken en hoef je dat niet opnieuw te equippen. Dus de manier waarop je met items omgaat die je nodig hebt in de wereld, dat hebben ze echt wel gestroomlijnd. Ja. Dus het stroomlijnen bijna van de gameplay van een Game Boy game naar echt een Switch game vind ik een van de meest positieve punten. Natuurlijk de artstyle. Ja. Gaat een beetje hand in hand met dus dat frissige idee. Dus het, voelt niet, het is niet een Zelda zoals we die overal zien. Je ziet niet alleen aan de omgevingen, maar ook aan de karakters die je meemaakt, dat het net wat anders is dan wat we gewend zijn. Ja. En dat vind ik zelf persoonlijk ook heel erg fijn. Minpunten zijn er ook wel. Laten we beginnen met een minpunt waar niemand omheen kan. En dat is de framerate. Ja. Met name als je docked speelt, dan heeft de Switch het gewoon moeilijk. Zo af en toe. Ja. Niet consistent. Maar er zijn wel dipjes te merken. En dat, met name dat is vervelend. Dat je op een gegeven moment zit van, oh, wat zie ik nou? Mij persoonlijk heeft het niet heel erg dwars gezeten. Maar er zijn heel veel mensen die dat wel maar hebben. Met name als je veel gamet, denk ik, dan ga je dit zien. En dan denk je, waarom? Godverdomme. Ja. Ja. Maar bij Super Smash heb je het helemaal niet. Hoe kan het dan dat je het hier wel hebt? Nou, Smash is natuurlijk, ik denk misschien, Smash heb je het ook niet. Het is behoorlijk druistig. Ze hebben dat geperfectioneerd natuurlijk. Die hele game is gebouwd op dat soort gameplay, het vechten tegen elkaar. Dus dat moet ook perfect lopen. Deze game is gewoon op een heel andere manier opgezet. En het gaat vooral over, krijg je het verhaaltje mee? Kan je de dungeons doen? Nou ja, en dat kan allemaal. Dus daarom is het voor mij ook niet per se een stoorfactor. Een minpunt kan zijn als je de eerdere versie dus 1 keer hebt gespeeld. Misschien wel 2 keer, misschien wel 3 keer of 4 keer. Want hij is ook een aantal keer gere-released. Dus de kans dat je dat als Nintendo-fan deze game hebt gespeeld is eigenlijk
bijna 100%. Dat kan niet. Dat is als diehard Zelda fan moet je daar. Ja, het ligt aan hoe oud je bent natuurlijk. Stel je voor je bent heel jong, dan dat heb je hem misschien gemist. Dat is waar. Maar weet je de oplossing al, dan is deze game super simpel. Dan loop je er zo doorheen. Dus het ontdekken van wat moet ik hier doen, is een deel van de fun. En daarmee is een tweede playthrough, doe je waarschijnlijk in de helft van de tijd, zo niet sneller. Oké. En een derde ding, en dat is een minpuntje waar heel veel open wereld games last van hebben, is dat je af en toe denkt van ja, had hier dan in dit geval een warp hole kunnen zijn, zodat ik ietsje sneller niet de hele tijd hetzelfde stukje hoef te lopen. Aan de andere kant, jij vindt ook wel dat Nintendo dat niet zo slecht heeft opgelost. Nee, ik vind juist deze Zelda heel compact. Ik vind de flow wel lekker, zeg maar. Ik ben constant denk van, oh, ik moet dit en dit doen. Oh, nu kan ik daarheen. Oh, nu kan ik... Dus het is best wel het stukje waarin je aan het zoeken bent. Zo af en toe duurt dat te lang, maar meestal is het juist doordat die areas best wel condensed zijn en best wel dicht op elkaar dus zitten, voelt dat voor mij juist als een hele compacte open world game. Want het is, nou ja, het is een open island. Verder gaat het niet. Dus ik vond het juist lekker compact allemaal. Okay. En wat dat betreft goede flow hebben. Goede flow. De eindvraag die we hier altijd natuurlijk stellen bij de korte reviews. Moet je deze game kopen? Moet je even wachten? Budgetbak gebeurt niet bij Budgetbak. Dan kan je heel lang wachten. Moet je misschien heel veel van die gouden punten sparen. Ja, en dat je een korting krijgt. Of moet je hem slopen? En ik ben bang als we slopen gaan roepen dat hier morgen allemaal Nintendo fans voor de deur staan. Nou, maar ja, daar hoef je niet bang voor te zijn. Nee? Wat mij betreft absoluut kopen namelijk ook. Ik ben absoluut bang voor de Zelda fans. Ik heb wel vaker dingen gezegd die Switch en ik Zelda fans niet leuk vinden. Ik ben niet bang voor de Zelda fans. Ja, zegt hij, morgen heb ik een Triforce in mijn rug zitten. Maar nee, absoluut kopen. Het is een super mooie titel. Ja. Het is de must-play versie van Link's Awakening. Het heeft een net een wat frisser verhaal. Het heeft net wat andere insteek dan echt de normale top-down Zelda's. Het is geen Hyrule, het is geen Ganondorf, et cetera. Dus als je dit ziet en je denkt alleen maar van oh, cute. En de hele Zelda-formule spreekt je aan. Dit is misschien wel een van de beste manieren om hem te beleven. Amen to that. Mocht je nu eigenlijk ook meer willen horen over deze game, dan kun je natuurlijk altijd de premium discussie gaan bekijken. Daar gaan we bijna 50 minuten volledig los op deze game. Alle elementen, de dungeons, de gameplay, de geschiedenis van deze game. Support ons, dan kun je die ook mooi bekijken.